Oh god, oké, okay, nice. Chill out, please, please, snel, 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 snel. Nee! Yo kijkers van Doe Maar Gamen. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn en dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Ender's Plief. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en ik heet jullie welkom bij deze nieuwe aflevering van Ender's Plief. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe aflevering voor jullie te gaan maken. Want ik vind Ender's Plief namelijk echt een geniale game. En dat zegt dus ook al eigenlijk genoeg over hoeveel zin ik erin heb. Dus we moeten nog even wachten voordat het potje gaat beginnen. Maar dan gaan we er ook gelijk weer lekker tegenaan. En dan gaan we gelijk even kijken of wij weer een aantal potjes Ender's Plief zouden kunnen winnen. Nou ja, laten we beginnen met het winnen van één potje. Want ik kan jullie vertellen dat Ender's Plief een best wel moeilijke minigame is. Voor de mensen die zich afvragen waar ik deze minigame speel. Ik speel deze minigame in de Hypixel server. En het idee van Ender's Plief is eigenlijk vrij simpel. Jij en alle andere players in het potje Ender's Plief zijn eigenlijk allemaal Endermans. En wat je moet proberen, is je moet proberen zoveel mogelijk van die Endermans naar beneden te halen met horse armor. Nu hoor ik jullie denken, Job, naar beneden halen met horse armor. Wat is dat? Nou weer voor een rare combinatie. Ja, in Ender's Plief is het zo dat je met je horse armor sneeuwballen kan afschieten. En daarnaast heb je ook nog eens een Ender Pearl, of eigenlijk een Eyes of Ender, waarmee je jezelf kan teleporteren. En die twee dingen, dat zijn eigenlijk een soort van de toevoegingen die je hebt bij Ender's Plief. Daarnaast heb je ook nog een soort van ja, ingot, zo kan ik het wel noemen. En die kan je gebruiken voor het maken van een soort van plateau wanneer je bijvoorbeeld bijna naar beneden valt. Ik vind Ender's Plief in ieder geval een hele leuke minigame om te spelen. En ik hoop dat jullie het ook een hele leuke, oh shit, minigame vinden om naar te kijken. En zoals jullie konden zien, ik heb hier even een Enderman naar beneden gehaald. Ook al moet ik zeggen dat ik momenteel wel erg goed moet gaan uitkijken. Want ik zit namelijk op een van de laatste lagen. En dat is niet heel erg veelbelovend. Dus ik probeer zoveel mogelijk op mijn hoede te blijven. Maar zullen we proberen daar te komen? Probeer het gewoon. Ja, nice. Oké, cool. Als het goed is heb ik zojuist iets opgepakt, of niet? Ah, nee, jammer. Ik moet daarboven proberen te komen. Ja, dat is in principe ook wel te doen. Ik blijf tot die tijd wel even lekker hierbovenop. En wanneer ik dan weer mijn Ender Pearl kan gebruiken, wat nu is. Oh, good. Oké, nice. Chill out. Chill out. Please, please. Snel, 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 snel. Nee, come on. Huh? Oh nee, ik ben dood. Shit, ik dacht heel even dat ik mezelf nog kon redden met mijn Eyes of Ender. Maar jammer genoeg bleek niets minder waar te zijn. Oké, jongens en meisjes, we zijn weer begonnen met een nieuw potje Ender's Plief. Mijn motivatiebalk is weer helemaal overstegen. En ik hoop dat ik dit potje dan wel kan gaan winnen. Of in ieder geval dat ik in dit potje wat langer in leven kan blijven. Dan dat ik in leven bleef bij het vorige potje. Ik ga daar in ieder geval heel erg mijn best voor doen. Zoals jullie kunnen zien ben ik momenteel in ieder geval wel op dreef. Voor de mensen die zich afvragen, Job, het is Ender's Plief. Je kunt schieten met je horse armor, maar waarom doe je dat nou niet? Nou, ik ben persoonlijk iemand die in het begin van games als Boos Plief, als Ender's Plief en dat soort dergelijke, eigenlijk vrijwel mijn sneeuwballen, pijlen en al dat soort dingen nooit gebruik. Ik probeer namelijk als, eigenlijk altijd als allereerst als laatste over te blijven. En wanneer ik dan als een van de laatste overblijf, dan besluit ik eigenlijk pas om, ja, eigenlijk mijn ammunitie te gaan gebruiken. Want als je namelijk in het begin al gaat schieten, blijf je 9 van de 10 keer per ongeluk net een seconde lang te stilstaan. Of nee, net een seconde lang te lang stilstaan. En op die manier val je dan per ongeluk naar beneden. En dat wil je uiteraard niet. Dus ik probeer zo lang mogelijk op een van de bovenste lagen te blijven. En wanneer ik de mogelijkheid krijg om een power-up te krijgen, dan pak ik die mogelijkheid uiteraard met beide handen aan. Want power-ups, die zijn namelijk enorm handig om te krijgen. Power-ups kun je namelijk enorm lang, ja, eigenlijk in leven blijven, als het ware. Of ja, enorm lang in leven blijven is het eigenlijk niet echt. Met die power-ups kun je namelijk het leven pakken van andere Endermans, oftewel van andere players. En dat is enigszins wel weer fuck you! Enigszins wel weer heel mooi meegenomen. Ik moet daarentegen wel goed blijven uitkijken, want zoals jullie kunnen zien, de sneeuwballen vliegen me langs de oren. Oh, kut, wat ben ik nou weer aan het doen? Dan. Ik heb geen idee wat ik zojuist wou doen, maar ik sprong heel erg riskant op een alleenstaand blokje. Sowieso raad ik je aan dat als je games als, of minigames als deze speelt, dat je dan toch wel probeert om bij grote plateaus te blijven. Want, oh kut, want doe je dat namelijk niet, dan is er dus een grote mogelijkheid dat je naar beneden valt. Zoals mij nu dus weer 2 keer is gebeurd. Oh shit, ik moet nu echt enorm goed uitkijken. Kan ik mezelf niet ergens bovenop teleporteren? Oké, okay, nice. Ik heb mezelf even snel ergens bovenop geteleporteerd, want ik vertrouw het namelijk niet helemaal. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oké. Okay. Oh, nice. Oké, okay, cool. Ik sta nu weer op een van de bovenste rangen. Of hoe de fuck je dat ook wil noemen. Op een van de bovenste cirkels. Oh my god, jongens en meisjes. Het wordt gewoon echt veel moeilijker. Oh, er zijn ook gewoon nog maar 3 players over. Wat? Ik kom er serieus nu pas achter dat er nog maar 3 players over zijn. Ik ben een klein beetje laat van begrip, jongens en meisjes. Nee, nee. Oh, en een triple shot. Oh, nice. Waar zijn die bitches? Oh, nice guys, ik heb gewonnen, fuck yeah. Ik had serieus niet door dat ik gewonnen had. Ik zat al wel een beetje verbaasd om me heen te kijken. Zo van, huh, waar is iedereen nou? Maar fuck yeah guys, ik heb gewoon gewonnen. Yes, ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee. En fuck yeah. Oké, jongens en meisjes, omdat ik nu 2 potjes heb gespeeld, waarvan ik er 1 heb gewonnen, ga ik gewoon nog even lekker een potje erbij spelen. Ik wil namelijk super graag weer eens een keer een dubbele overwinning weten te behalen. Heb ik natuurlijk al een keer eerder gedaan in mijn Minecraft Ender's Plief serie. Ben je nou benieuwd naar de vorige aflevering? En dan kun je natuurlijk even op de
aangegeven annotatie in beeld klikken om eventueel de vorige aflevering te bekijken of een aflevering die daarvoor is geüpload. Ik ga in ieder geval proberen om gewoon weer even lekker nog een potje te gaan winnen. De kans is natuurlijk wel klein dat ik 2 potjes achter elkaar win. Maar oké dan, dat is wel wat minder. Maar ik ga er natuurlijk wel heel erg goed mijn best voor doen. En schijnbaar kun je dus gewoon een soort van door blokjes heen glitchen. Want ik richt dus juist namelijk gewoon op het plafond en op een of andere manier ben ik dus gewoon boven op het plafond terechtgekomen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. Ik ga in ieder geval proberen zo weinig mogelijk te schieten. Tenzij ik natuurlijk een power-up krijg zoals triple shot of big shot. Want die wil ik natuurlijk wel kunnen gebruiken. Want anders zou het namelijk een beetje zonde zijn. Maar nee, ik ga proberen zoveel mogelijk enderpearls te... Of ja, enderpearls. Dat zeg ik nou weer. Sorry jongens en meisjes. Wanneer ik denk aan endermans, denk ik op een of andere manier automatisch aan enderpearls. Of nou, op een of andere manier. Is enigszins ook alweer logisch. Want enderpearls zijn namelijk de items die je van endermans... Shit! Nee, nee! Oh, fuck guys. Oh, dat is jammer. Shit. Ik dacht serieus dat ik mezelf nog wel zou kunnen redden. Maar schijnbaar bleek niets minder waar te zijn. Nou ja, jongens en meisjes. Ik wil jullie in ieder geval allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Endersplief. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Vond je deze video nou zo leuk dat je hem een blauw duimpje waard vindt? Dan kun je dat natuurlijk even achterlaten op deze video. Daarnaast kun je natuurlijk ook even op die abonneerknop drukken hier onderaan de video. Om 24/7 op de hoogte te blijven van alles, maar dan ook echt alles wat ik doe rondom dit kanaal. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Endersplief. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, laat de mensen...